Welkom in Brabant met een overtocht over de nieuwe Merwede vanaf kop van het land naar de Brabantse oever. Zo begon de middag van 9 december met een vol programma voor Egbert Lichtenberg en zijn gezin. De dag dat hij geïnstalleerd werd als burgemeester van de gemeente Altena. Dankjewel. Hans. Welkom. Egbert, heel hartelijk welkom samen met Danique, Fiona, Fianne en Nienke. Heel hartelijk welkom in het Brabantse land. We hebben de oversteek gemaakt naar een wat regenachtig biesbos. Maar goed, dat kunnen jullie vast nog wel een keer goed gaan maken als het zomer is. Maar ik denk dat het goed is om nu door te gaan naar het Brabantse land. Ja, zeker. In Rijswijk. Ja. En dan gaan we daar ons programma verder, maar dan wel droog, verder afwerken. Het is dus... We zien ernaar uit. Binnen. Leuk, leuk dat jullie ons hier opgewacht hebben. Na de aankomst in Altena vervolgde het programma zich in Giessen, waar de 21 kernen zich in een pitch mochten presenteren aan de nieuwe burgemeester. Van harte welkom in de gemeente Altena, ook namens Rijswijk. Andel is niet de paar, maar het mooiste dorp aan de Maas. Dit is het Dekske. Al 3 generaties lang is het hier prinsheerlijk wonen. Het Dekske is een oud stukje Nieuwendijk. Naast vertellen over de kern namen de vertegenwoordigers ook de ruimte om een boodschap over te brengen. Meestal met een knipoog. Genderen. Een dorpje langs de Maas. Er staat heel veel groen in het dorp. Bomen, struiken, heggen en rucht. Onkruid. Het is een heel aimabele man. Aardige vent, zeg maar. En ik hoop dat hij zich eerst is verdiept in de gemeente Altena. Want het is nogal uitgestrekt van Werkendam naar Genderen. Daar zitten heel veel verschillende soorten mensen met verschillende opvattingen. En daar moet hij toch een beetje de burgervader, de herder van worden, hè, van heel die club. Wat vindt u van Broek? Kijk nou eens zelf. Ja, kijk naar ons kleine dorpje, naar de kerk in het centrum. De wijde velden waar je heen kijkt. Dat is Broek. Na de vorige spreker weet ik het niet heel goed. Wat ik over Uppel vertel. Er is echt helemaal niks in Uppel. Een muzik, burgemeester, dat is een mug. De vrouwen, ja, die bleven thuis. Want die moesten alles regelen. En Werkendam werd vanaf toen de vrouwenhemel genoemd. En ik vond het ook wel lastig, moet ik eerlijk zeggen. Want Werkendam is natuurlijk best een groot dorp. En ook heel divers. En dan zeggen ze, je mag maximaal 2,5 minuut erover doen. En dan denk ik, als je een heel klein bent in dit gebied. Denk aan Uitik of Meeuw of Eerte. Dan heb je natuurlijk sneller even wat puntjes benoemd als dat je Werkendam moet beschrijven in 2,5 minuut. Dus dat vond ik wel lastig. Kijk, het is voor hem heel moeilijk om gelijk zijn eigen te oriënteren voor 21 dorpen. En dan is het toch mooi het initiatief wat ze nu genomen hebben om even in de korte pitch alle dorpen de revue te laten passeren. Wat hebben jullie de burgemeester gegeven? Een schilderij van onze klanten, van Rietveld. Wat vinden jullie van de nieuwe burgemeester? Ja, ik vind het cool en ik vind het knap dat hij het doet. Ja, beste mensen, wat is het hartverwarmend om zo ontvangen te worden door jullie allemaal. En door zo'n mooie 21 pitches te krijgen. En die verhalen van alle 21 parels en kernen die Altena heeft. En of de burgemeester iets geleerd heeft van al die pitches. Een aantal dingen wist ik natuurlijk wel, maar ik heb heel veel van elke keer nieuwe dingen gehoord. Dus dat vond ik heel erg leuk en hartverwarmend dat de mensen dat zo wilden doen. Zoals die kernen zelf al zeiden, dat ze allemaal parels waren. En dat heb ik ook gezien. 21 parels aan een prachtige ketting. En ieder van die kernen heeft iets unieks en eigens in zich. Dus daar heb ik van genoten.